Goedemiddag, Astrid Aastraat. Hallo, spreek ik met het Deuner Kebabhuis? Ja. Hi, u spreekt met Marijn Frank. Hi. Hi, ik had een vraagje over Deuner Kebab. Ja. Ik vroeg me namelijk af wat het eigenlijk is precies. Ja, Deuner Kebab is vlees dat aan een spit draait in de grill. En, vlees wat aan een spit draait in een grill. Ja. Misschien wordt het de verpletterende concurrent voor de hamburger. Het broodje kebab, de Deuner Kebab, verovert de straat. Het is lekker en meestal niet duur. Maar wat is het precies? Zoveel kunnen we er vast van zeggen. Uw huisdier komt er niet voor in aanmerking. Welk dier dan wel? Nou, ik vroeg me af, wat is dat eigenlijk, dat kebabvlees? Met zulke vragen komt u nergens heen, dat weet u zelf ook. Hoezo? Ik ga niet meteen alle ingrediënten en alles er aan een klant of aan iemand vertellen. Waarom niet? Ik ben niet een jongetje van 5 jaar dat alles meteen gaat vertellen. Ik zit al 10 jaar in deze business. Maar vindt u het niet leuk als u al 10 jaar in de business zit om mij er een beetje wegwijs in te maken? Weet u wat het is eigenlijk? Nou? De wegwijzer wil ik eigenlijk ook niet zijn. Nee. Want ik ben meer op het kwaliteitsgebied bezig. Oké. Niet iedereen doet het op het kwaliteitsgebied momenteel. Kijk, mijn broodje als je bij mij gaat halen, kost die 3 euro, 4 euro klein. En ondertussen in Amsterdam heb je genoeg zaakjes die voor 2 euro kunnen verkopen. Mm-hmm. En dat maakt een verschil tussen mij en de anderen dan. Het verschil is er aan de buitenkant niet aan af te zien. De kebabmeester zelf moet mij maar zeggen van welk dier het komt. We hebben liever lam, maar krijgen we dat ook? Goedemiddag. Een dunne kebab graag. Wilt u kip of lam hebben? Lam graag. Lam. Is er 100% lam? 100% lam. Ja, oké. Okay. Ja. Zonder saus meenemen. Zonder saus meenemen. Ja. Is goed. Wat is nou eigenlijk een deuner? Dat is in Turkije, dat is heel oud. Ja. En dan bij 19e eeuw, ja, die deuner van Oost-Turkije naar Bursa gekomen, ja, als een Iskender kebab. Iskender kebab, ja. 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 Dat is 1900. U bent echt een kebab-historicus eigenlijk. Ja. Ja. En 1971, ja, naar Duitsland gekomen. Ja. Naar Berlijn. Ja. Een Kuilensburg of zo. In Berlijn. Ja. Een Kuilensburg, zoiets. Een plaats in Berlijn. Kreuzberg. Ja. 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 Dus zo zit het. Turkije verovert Europa via Duitsland. Duitsland is de Europese bakermat van de kebab. Hier zou de beste kebab ter wereld gemaakt worden. Hoe? Dat willen we zien. Ah, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Maarten Remmers. Herzlich willkommen. Hallo. Ah, hier gibt es richtiges Döner? Hier gibt es richtiges Döner. Hier finden Sie den besten Döner. Den besten Döner? Den besten Döner, genau. Aha. Ja, so wird der Döner produziert hier. Das ist unser Meister. Der Dönermeister? Der Dönermeister, der wird, ist seit 20 Jahren schon hier. Aha. Der beste Dönermeister? Der beste, genau. Der Welt? Kann man sagen. Das könnte ich behaupten, auf jeden Fall. Warum ist er der Dönermeister? Also erstens immer derselbe Mitarbeiter. Das bietet dieselbe Qualität jeden Tag. Und dazu seine Arbeitsweise, natürlich unsere beste Qualität vom Fleisch. Ja. Und was für Fleisch ist das? Das ist Lammfleisch. Nur Lammfleisch? Nur Lammfleisch. Und traditionell, ist das Lammfleisch oder kann das auch Kalbfleisch sein? Oder das kann auch sein, natürlich. Also wir haben ja auch Verschiedenes. Wir haben Kalbfleisch, wir haben auch Hühnchen-Döner. Aber an sich ist das Lammfleisch das Beste, was auch am meisten verkauft wird, was am meisten bevorzugt wird von den Kunden. Handwerk ist es vaak, so ein boom von Fleisch. Maar het kan ook in een fabriek en met machines. Kijk hoe dat gaat en vooral wil ik weten welke diersoorten hier worden verwerkt. Hallo. Hey, goedemorgen. Als dat blijft. Marijn Frank, Keuringsdienst van Waarde. Welkom aan de fabriek. Nou, u heeft geluk. Er is net een vrachtwagen binnengekomen. Oké. Okay. Vlees. En van al dit vlees worden vandaag van die
dunnerpalen gemaakt? Ja, ja, gehakte dunner van allemaal gemaakt. En die zijn allemaal gewoon halal geslacht vlees. Is dat belangrijk? Ja, zeker. Want meest onze klanten zijn gewoon moslims. En ze willen alleen maar gewoon halal geslacht vlees verkopen. En natuurlijk gebruiken. Oh, oké. Okay. Nu lopen wij naar de werkruimte, waar het vlees gemaakt wordt. Zijn er nou verschillende soorten vlees? Ja, ja. Ja, die zijn allemaal wel kalfvlees, maar van verschillende gedeelten van de kalf natuurlijk. Bijvoorbeeld dat is vangende borsten. Dit is borstvlees? Ja. Ja, en dat noemen wij vliesvlees. Dat is vlies? Ja, de lekkerste gedeelte, of vingervlees noemen wij dat ook. Dat komt van de reppen. Oké, okay, dus eigenlijk wordt gewoon heel zo'n kalf verwerkt in een dunner. Ja, ja. Maar wat ik ook heel vaak tegenkom in van die winkeltjes, is lamskebab. Dat is lamsshawarma. Dat is shawarma, dat is geen dunnerkebab. Jawel. Want lamskebab, dat kan niet. Want de geur van de kruiden met lamsvlees, dat combineert niet. Maar dat vind ik wel een beetje verwarrend. Mm-hmm. Want ik heb toch echt meerdere malen, als ik zo'n zaadje binnenloop, dat ik van een dunner kebab lam kan kopen. Dan zit misschien wat heel weinig percentage lamsvlees in. Maar lamsvlees is zelf natuurlijk wat vettiger dan kalfvlees. Hè? En als het heel vettiger is, dan smaakt het natuurlijk niet zo goed. Dat kan wel maken, maar dan smaakt het natuurlijk niet naar echte dunner. Een echte dunner, zeg je, een echte oorspronkelijke originele dunner, wordt nooit van lam gemaakt? Van lams gemaakt. Nee, dat wordt gewoon van kalfvlees gemaakt. Kijk, als je het vlees, hè, want het is dan een soort vlees op een spies. Ja. Wat is dat eigenlijk precies? Wat zit er nou op die spies? Wat zit er op die spies? Dat is vlees. Dat zijn verschillende soorten vlezen. Ja. Dat gaat van gehakt tot kalfsvlees, tot kip, tot kalkoen. Dat kan verschillen. Kan van alles zijn? Ja. Wij verkopen alles behalve varkensvlees. Alles behalve varkensvlees? Ja. Lamsvlees, kipvlees, kalkoenvlees. Dus er zijn zelfs ook... Lam, kip, kalkoen. Kalf. Kalf. Ja, in verschillende soorten, ja. Ook varken? Nee. Niet dat ik weet. Nee. Kebab heet het steeds. En dan is het wel niet van hond gemaakt en niet van kat, maar het kan van kalf, van kip en van kalkoen. Maar wij willen alleen maar lamskebabben kopen. Een broodje dunner graag. Een dunner kebab. Is het lam? Ja. Lam? Alleen ja. Lams. Het alleen lams? Ja. Goeie lams. Altijd. Ja. Niet te verstig lam. Alsjeblieft. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Een dunner kebab graag. Een dunner kebab? Ja. Broodje? Ja, lam. Broodje lam? Ja.